bloemetje te kiezen voor je moeder. Vanuit Surfer City in Seinfeld-Slinger. Nou, bedankt. Kun je je moeder geven. Alsjeblieft. Is goed. Fijne dag. Doei. Op zomer in tijden van coronacrisis is natuurlijk erg beperkt, maar juist extra hard nodig in deze tijd. Daarom hebben we ervoor gekozen om in de Meijerhagen Schoonegger iets speciaals te doen voor de mensen. Gaan we een bosje bloemen aan de deur brengen met gezelligheid van de paashaas. Waar komen die bloemen vandaan, Leon? Deze bloemen die zijn van Bas van der Heijden. Van Prinsenplein, die zijn gesponsord door hen om inderdaad uit te delen en voor opzomeren en voor verschillende oudere mensen in de buurt en verzorging. Fantastisch, hartstikke leuk. Echt een verrassing, laat ik zo zeggen. Je verwacht het niet. Het zijn meer dan 30 bossen bloemen, daar zijn we hartstikke blij mee. We hebben paaseitjes gehad. Ze kunnen een mooi vanmiddag en morgen verschillende mensen blij mee maken. In het kader van Surf the City, ja. Dat ken je wel. Ben ik gevraagd om vanuit zijn post bij mensen bloemetjes te brengen. Oh, mooi. Voor eenzame ouderen. Jij voelt je niet oud, dat weet ik. Kijk eens, alsjeblieft. Hartstikke leuk. Ik zal een beetje hoog zetten. Oké. Ja. En zo'n lieve paashaas. Nee, hartstikke leuk. Ja, ja. Kijk, dit zijn twee oude. De een is 99. Oké. Okay. En de andere, die is net lekker terug uit Amerika. Hallo. Hallo. We hebben de paashaas voor u meegenomen. Oh, fantastisch. Van wie gaat dat uit? Vanuit Surf the City. Oh, wat houdt dat in? Dat is een project vanuit Samen 010 en vanuit mijn werk van Seinpost Slingen. En dan mogen we voor mensen uit de wijken mogen een bosje bloemen brengen. Ik had gedacht, ik zou best een bloemetje willen hebben, ja, in huis. Maar, want ik had geen bloemen. Ik ga deze aan u geven. Hartstikke bedankt. Ga je nog verder, of niet? Ja, we gaan doen alle straatjes. In mijn atelier, in de Oranjeboomstraat. Ja.
waar het allemaal gebeurt. Ja. Ik zit al 40 jaar in de kunst. En de laatste pakweg 10 jaar ben ik echt met de stad bezig. Ik ben in Rotterdam geboren en altijd gebleven. Mijn werk gaat eigenlijk over de complexiteit van het stedelijk bestaan. Dat is wat ik doe. De dingen die ik om me heen zie, die ik niet begrijp, die probeer ik toch in beelden te vatten eigenlijk. En over dat stedelijk leven en over de complexiteit van ons bestaan. En die stad, die laat ik zien van buitenaf op die stad. Maar daar binnenin, al die kamertjes, al die mensen die daar individueel wonen in hun huisjes, die hebben natuurlijk hun eigen dynamiek daarbinnen. Dus toen ben ik op een gegeven moment schilderijen gaan maken van kamers in zo'n stad. Met die coronacrisis. Ik had net een expositie bij Galerie Lutz in Delft achter de rug. En daar heb ik dus een aantal schilderijen die heten A Room with a View. Nou, tijdens de coronacrisis die begon net, dacht ik A Room with a View. Dat is wat ik ga doen. Ik kan nergens meer terecht. Ik kan nergens meer exposeren. Ik ben aan huis gebonden uiteindelijk. Dus ik ga thuis nu weer een keer zo'n Everyday a Sketch Day project opstarten. En ik noem het nu A Room with a View. Wat is de dynamiek in mijn kamer als ik gewoon bijna niet de deur uit kan? Ik wil toch blijven werken. Welke invloed heeft die gekte van die corona nou op mijn eigen omgeving in huis? Dat ben ik gaan doen. Die sketches houdt mij aan het werk. Ik ben aan het werk, dus het ritme van iedere dag werken. Ik werk altijd iedere dag. Dat kan ik er op die manier inhouden. En ik wil graag dat ze verkocht worden. Dus ik zet er ook bij op Facebook dat ze aangekocht kunnen worden. Ik maak ze in ieder geval zolang die coronacrisis duurt. Maar misschien ga ik wel door. Misschien denk ik wel van dit is gewoon weer een project wat ik een jaar kan doen. En ik noem ze nu A Room with a View, de corona sketches. Als je over de brug gaat, dan heb je al gelijk het gevoel van, je komt, tenminste ik dan, je komt op Zuid waar ik thuis hoor. Mijn naam is Lorenzo Elstak, ik ben hier geboren en getogen. Kaapdrecht heeft mij gevormd, heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Maar heeft me ook gemotiveerd om eigenlijk in te zetten voor de mens. En vooral hier op Zuid. We zitten hier op het Buizenpark. En hier heb ik dus gespeeld als kleine jongen toen ik op de basisschool zat. Op basisschool Globetrotten. Hier leerde ik dan voetballen. Hier scoorde ik. Hier kreeg ik erkenning. Hier heb ik gevochten. Alles heb ik hier meegemaakt op het schoolplein. Dus het was wel echt een leuke tijd, ja. Wat is er zo Zuid aan Katendrecht? We staan er voorop. We staan voorop de linie. Ik denk dat wij het echt verdedigen. Dat het nog echt Zuid blijft. De definitie van een Kapernees is iemand die zelf ook woont. Maar ook die begaan is met de wijk. Dan ben je echt een Kapernees. Die moet je opnemen, die moet je opnemen. Ik doe best wel veel dingen, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Het heeft eigenlijk allemaal met Katendrecht te maken. Nou, laten we beginnen. Ik ben een danser, al 16 jaar. Ik geef ook al 16 jaar les, dansles. Van daaruit heb ik ook eigenlijk een stichting opgezet. Omdat ik zag dat je op een creatieve manier jongeren kan bereiken en ook wat kan bijbrengen. Mijn stichting heet Ik Ben Wij. En dan gaan we langs scholen, op Zuid vooral. En dan proberen we de jongeren te empoweren. Dus met theater ook erbij en storytelling. Daarnaast heb ik ook hier op Katendrecht een aantal toestellen die ik in de buitenruimte ga realiseren. Wat ik eigenlijk wil is dat de nieuwe en de oude Kapernezen elkaar ontmoeten. Door middel van zo'n toestel. En dan lekker gaan sporten, maar ook met elkaar in gesprek gaan. En de toestellen zijn ontworpen door de buurtbewoners zelf. Dus dat is echt een heel mooi project en dat heet Kaap Workout. Ja, we moeten Zuid gewoon leuk houden en ik geloof in jou. Als jij niet in jezelf gelooft, ik geloof wel in jou.
En laten we elkaar gewoon blijven inspireren. En laten we gewoon onze mouw opstroken voor Zuid. Want Zuid is echt een mooi, ongepolijste gebied in Rotterdam. En dat moet zo blijven, toch? Bang, bang. I've got a feeling.